Ruud, je maakt op ons een zeer sympathieke indruk. Ben jij ook zo? Nee, laat maar zitten. Ik ben de grootste lamstraal die er bestaat. Achter die coulissen natuurlijk. Ja. Maar u weet dat toch, Wies, hoe dat gaat? Hè? Ik weet hoe dat gaat, ja. Ja. Ach, lieve mensen. Wat moet ik nou met... Kom op. Nou, 25.000 kilo. Eiderdons? Eiderdons. Ik zal eens wat zeggen. In dit geval, want ik vind het een vrij belachelijk vraagje. Moet je toch eens even nadenken. Dan mag je nog met iets anders komen. Vooralsnog met iets anders komen. Stel je dat voor. Er zijn maar drie eiderde eenden nog maar. Ja, vandaar. En die drie bosjes plukken. Ja. Nee, maar kom op, je moet met... Maak ik het wat lager? Ja, pak je, ja. Ja, pak je. Ik blijf in de 25, maar dan 2500 kilo. 2500, wat zou jij zeggen, Johan? Plus wat pluimpjes. Nee, maar je moet... plus wat pluimpjes. Wie het dichtstbij is. Harry Kummel? Mogen die nog zoals... is dat niet zoals die witte... Kughondjes. Nee, jij denkt dat... Zeehondjes, en dat mogen die... Die worden niet gepluimd, nee. Dat is het hele verhaal, maar dat ga ik nu niet doen. Dat is een strikvraag. Nee, dat is een strikvraag. Kom op, Harry. 10 kilo. Nee, kom op. 100 kilo's. 100 kilo's. Ruud, jij krijgt de punten. Ja. Oké. Wij gaan naar vraag 10. Naar vraag 20, stel je voor. We gaan naar 20 voor Della. 154, 173. Della, jij hebt nog een kans. Pardon, quizmaster. Wat was de juiste antwoord? Hij is het dichtstbij. En wat is de juiste? 2100 of zoiets. Maar dat was goed. Wat zijn, en dat is de laatste vraag voor Della, wat zijn hanenklootjes? Wat zijn dat? Niet meteen die gedachte, dat is het dus niet. Dat is het wel, maar niet hier bedoeld. Hanenklootjes zouden kunnen zijn de eikenspien waarmee de hanenbalk wordt vastgezet. Die spier waarmee een hanenbalk wordt vastgezet, dat zou dat kunnen zijn. Of het zou kunnen zijn een oud West-Vlaams recept waar vreemd genoeg geen kip in voorkomt, maar vooral kleine stukjes spek. Mocht het dat wezen, zal Johan het wel weten. En, of in het derde geval, u mag het ook gewoon Ficaria Verna noemen, dan zou het zijn de officiële Latijnse benaming van speenkruid. Eén van deze drie zouden moeten zijn hanenklootjes, ja. Ja. Het blijft hoe dan ook een gokvraag, hè? Nou, toch 10 op Johan. 10 op Johan. Johan, je staat 1-1. Ja. Ik drink alvast dus op de hanenklootjes. Ja. Kom op, Haantje. Ik, heel verstandig proberen te doen, want de traditie niet beschamen. Hoe doe je dat? Inspanningen, hè? Kustmaster. Ja, ik begrijp. Trainen overdag. In het bos lopen. Ja. Ik tip op... ik sta zwaar in twijfel tussen de spieën en het oude West-Vlaamse recept. En ik... Ja. Tip dat op het recept. Dat zou jij kunnen weten, hè, eigenlijk. Jij tipt op het recept. Wij zijn al zo lang weg uit de streek. Ja, ik weet het wel. Ik weet het wel. Maya... Wat denk jij dat van de drie het zou kunnen zijn? Wil je mij geen antwoord geven? Dat heb je met die Finse vrouw. Dan is het goed. Wil geen antwoord geven, dat is haar goede recht. Dat is haar goede recht. Natuurlijk zou het zo wel vervelend zijn als ze 20 keer geen antwoord wil geven. Of als ze met molotov cocktails ging gooien. Harry? Ik denk dat het speenkruid is. Jij denkt het speenkruid, Ruud? Ik denk de eikenspien, waarmee de hanenbalken bevestigd worden. De Ficaria Verna van Harry Kummel, die is goed. De rest is fout. Van Maya weet ik het niet. Het is niet goed, nee. Oké. Okay. Zo. Wat mij betreft zal dat mooi worden. Dat zal mooi worden wat mij betreft. Hè? Denk ik wel. Dames en heren, we gaan eens kijken naar het panel van de spelers in de zaal. Ja.
Hier zijn die 173, 80, 108, 87, 92, 94, 151, 168, 16, 37. En de panels 10, 11, 10, 13, waaruit zou moeten blijken dat het moeilijk was. Of idioot, kan ook. Wij gaan nu het geld, het puntjes in geld omzetten. Dat gebeurt zo. 154 tegenover 173. En dan mag Jos van Akker dat omzetten. Doe maar. Ja, Frans, Staf. Voor Sint-Rafael, Sint-Job in het Goor, zal ik het voor jou lezen. 141.200. En voor de Crowley 158.800. Ja, hier zijn de mensen met blije gezichten, zie ik. Ja. Dat is leuk. Oké, Wies, het is leuk. Dag, Wies. Vandaag weer formidabel. Proost. Ik zal straks... Bedankt, ja. Dankjewel, Vera. Dankjewel. Dames en heren, als u er nog zin in hebt, wij zijn er hoor, zaterdag, volgende zaterdag. Tot dan, graag. Dag. APPLAUS.